Je mag je niet laten definiëren door je mislukkingen. Je moet uit je mislukkingen leren. Een toepasselijke uitspraak van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama over jonge ondernemende moeders. En alhoewel ondernemen veelal schitterend lijkt, kan het in combinatie met het hebben van een gezin best uitdagend zijn. Joelle Pinas, Vanessa Haley en Rashida Habib John Chouchou zijn het met elkaar eens dat het combineren van ondernemen en het onderhouden van een gezin voor uitdagingen kan zorgen. Desondanks zijn deze vrouwen zich ervan bewust dat alles te maken heeft met het opstellen van een goed schema. Als je je tijd goed besteedt en je tijd goed uitzet, kan je ondernemen en je huishouden draaien. Het is niet makkelijk, want je moet flexibel zijn omdat niet elke routine van elke dag hetzelfde is. Maar zodra je je tijd goed uitzet, kan je huishouden draaien. Nou, het valt mee. Ik probeer tenminste altijd mijn schema goed te regelen, zodat ik door de dag heen kan. In het begin, zeker toen mijn dochtertje er pas was, was het heel challenging. Omdat het is mijn eerste kind en ik ben ook pas getrouwd. Dus het was heel nieuw. Ik moest nog even de balans vinden tussen mijn onderneming en mijn gezin. Maar nu lukt het wel. Nu gaat het wel. De jonge ondernemers geven aan dagelijks tegen de verschillende uitdagingen aan te lopen. Waarvan een van de belangrijkste de economische situatie is. De grootste uitdaging nu is geld en de koers. In de branche waarin ik zit, en dat is horeca, veranderen de prijzen van de dingen die ik gebruik eigenlijk elke dag. Ik moet steeds mijn prijzen gaan aanpassen. Soms verlies je klanten door dat, dus ja. Daarom valt het hebben van een goed ondersteuningssysteem niet te onderschatten. Ik heb een hele goede supportsysteem en daarom heb ik denk ik ook heel weinig stress. Als ik denk aan ondernemen in combinatie met mijn gezin. En ik vind het heel belangrijk en ik voel me ook heel privileged dat ik zo'n omgeving mag hebben. Zodat ik mezelf eigenlijk kan ontplooien en me kan focussen op wat ik wil doen en wat ik leuk vind. Mijn support system is mijn zus en mijn vriend. Stel je voor als ik voor nagels dan misschien tot aan huis moet, dan helpen ze me altijd mee met mijn meisje. Mijn belangrijkste en mijn grootste support system zijn mijn ouders, mijn zusjes. En ik heb een geweldige groep vrienden op wie ik altijd kan rekenen. Als het gaat om vooral mijn zoon. Want heel vaak moet ik dat in de late uren werken. Of moet ik werken wanneer hij nog op school zit. Ik kan altijd even bellen en zeggen, hey, kunnen jullie me helpen om zij erop te halen? Of mag hij even blijven slapen? Want ik moet even doorwerken. Als ik mijn vangnet niet had, kan ik zeggen dat ik de butler niet zou kunnen draaien. Maar dan ben ik dankbaar dat ik ze wel heb. De dames stellen collectief dat de kracht van succesvol zijn ligt in het doorzettingsvermogen dat een individu bezit en inzet. Kijk naar je talenten. Zet ze op een rij. Want heel vaak kan je heel veel. Maar zoek dat ene talent op dat je hebt waarvan je zegt, ik kan het best. En cultiveer het, zodat je er geld mee kan verdienen en jezelf kan onderhouden ermee. En heel vaak gaat het moeilijk zijn. Maar ik wil je uitdagen om op water te lopen. Want niet iedereen is gemaakt om te ondernemen. Maar als je je talent kan gebruiken to make a living for yourself, use it. Want je talent gaat ruimte voor je maken. Als je bezig bent met een zaak of maakt niet uit wat. En ja, soms kan je tegenslagen komen. Moet je nooit opgeven. Zet je angst om in moed en durf die stap te nemen waarvoor je zo bang bent. Voordat ik begon met mijn bedrijf zat ik er maanden mee. Dat ik eindelijk zei van nee, vandaag ga ik een page maken en ik ga het posten. En ik ben nu 3 jaar verder met een hele succesvolle onderneming. Dat ik zelf soms versteld sta van wat ik neerzet. Dus zet je angst om in moed en just go for it.